naar de Universiteit van Oslo, want we willen daar even rondkijken op de campus. En misschien kunnen we daar ergens lunchen, dus het moet hier ergens in de buurt zijn. Dit is de Universiteit van Oslo. We gaan maar flikken omheen, dan gaan we zitten daar. We konden niet echt lunchen op de universiteit. Ze zeiden dat dat niet echt heel gezellig was, de campus. Dus we zitten nu bij een bakkertje. En dat is het ook heel schattig. Dit is het Museum van Moderne Kunst. We hebben lekker door de stad gelopen en we zijn al naar allemaal mooie plekjes geweest. En we gaan nu het hotel zoeken, want dan gaan we inchecken. We hebben ons hotel gevonden. We verblijven in Hotel Verdandi. Zo, we zijn bij onze kamer. Ik ga een pinpas scannen. Even een kijkje nemen in onze kamer. En even een kijkje in de badkamer. Oké, licht gevonden. Dit is de badkamer. En dit is ons uitzicht. We hebben even in het hotel gevraagd hoe we het beste bij de Mathallen kunnen komen. Want daar willen we graag avondeten. Dat is een soort markthal, maar dan in Oslo. En toen verwees ze ons naar de 7-Eleven. Dat is dit winkeltje. En daar kan je tickets voor de tram en voor de trein en zo kopen. Maar toen kwamen we dus achter dat we hier dus vanmiddag liepen. En echt letterlijk, daar is ergens, als je die straat ingaat, daar is ons hotel. Dus we zitten er echt super dichtbij en we zijn echt totaal voorbij gelopen. We zijn met de tram uitgestapt bij Schouwsplas en we gaan nu richting de Mathallen lopen. Ik had dit restaurantje al van tevoren opgezocht, omdat ik had gezien dat ze hier frietshakes hadden. En daar was ik dus heel benieuwd naar. Maar toen ik op de site ging kijken, toen kon ik echt tot december niet reserveren. Dus ik dacht van ja, kunnen we wel terecht. Maar ik dacht, ik ga het toch even proberen. En toen was er nog een plekje. Dus nu zitten we met homemade lemonade. Proost! We hebben een chocolate brownie, salted caramel, freak shake besteld. En ze wensen ons heel veel succes. Het was niet voor niets een freak shake. Verdikkie. We zijn de supermarktje ingelopen. We zijn eigenlijk op zoek naar een glaasje wijn. Oh, een flesje wijn. Maar we kunnen geen wijn vinden. Ze hebben wel bier, maar wijn hebben we nog niet gezien. We zijn nu weer bijna bij het hotel. We hebben dus lekker teruggelopen. Nu ziet het er een stuk beter uit bij het nachtlicht.
En daarachter is ons hotel. We zijn terug in het hotel. En je kan hier koffie en thee pakken. Dus dan gaan we even een lekker kopje thee nog. We zijn weer terug in de kamer. Het eten was lekker, het toetje ook. We gaan nu lekker slapen en dan gaan we morgen weer volle dag.